kan je deze video liken met de wijsvinger van je linkerhand. Voor linkshandigen is dit natuurlijk wel echt heel erg makkelijk, maar ik ben heel erg benieuwd of het je is gelukt. En ik ben door Lego Friends uitgedaagd om een superleuke en toffe challenge te bedenken ter ere van hun gloednieuwe collectie. Daarom ga ik in de Fan Friday van vandaag 24 uur proberen te overleven in een verhuiswagen. Dit is natuurlijk wel echt de perfecte plek om een prachtig, mooi, gezellig, leuk huisje van te bouwen. En dat sluit helemaal aan met Lego Friends. En daarom is deze video ook in betaalde samenwerking met hen. Ik wil nog wel eventjes wat zeggen, want als ik nu dus op mijn telefoon kijk naar het weer, wordt er een storm voorspeld. En dat vind ik echt ongelooflijk spannend en echt wel heel erg eng, want ik ga natuurlijk niet in mijn huis zitten, maar juist in de verhuiswagen. Dat kan de challenge super lastig maken. Maar je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren en of er überhaupt slecht weer gaat komen. Dus ik weet het niet. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Laat het me zeker eventjes weten. Ik heb in ieder geval heel erg veel zin in de challenge. Dus laten we gewoon beginnen. Hier is die dan. Ik heb gewoon een verhuiswagen nu op dit moment in mijn eigen driveway. Hij ziet er echt heel erg gaaf uit en super stoer ook. En zoals je kunt zien is die best wel heel erg groot. Maar het gaat natuurlijk niet om de buitenkant. Nee, het gaat om de binnenkant. Ben je klaar om het hier van binnen te zien? En tada! Wow! Hij is heel erg leeg. Yes, here we go. Ja? Wauw! Het ziet er oprecht wel echt heel erg gaaf uit. En ik kan gewoon een heel groot rondje hierin lopen. I love it, I love it, I love it! Maar het zou natuurlijk geen Meisje Jamila video zijn, tenzij ik dit heel leuk en heel gezellig ga aankleden. Het is nu helemaal klaar en ready to go! Maar ik hou het nog heel eventjes geheim. Ik weet dat je dat echt super, super graag wil zien. Alleen, het is nog even heel erg spannend. Voor de inrichting van de verhuiswagen ben ik geïnspireerd door Lego Friends Autumn's huis. En Autumn is een nieuw karakter uit hun collectie en ik kan niet wachten om haar te ontmoeten. Ze ziet er zo ongelooflijk leuk en schattig uit. En ze heeft echt een heel erg gezellig huisje. Daarbij zijn deze twee pakketten gloednieuw uit de Lego Friends collectie. Dat is natuurlijk geweldige entertainment. Zometeen voor in de verhuiswagen. En los daarvan ga ik ook nog eventjes mijn eten meenemen natuurlijk. Pyjama, tekenspulletjes en de rest staat hier allemaal in. Ik heb echt ongelooflijk veel zin in de challenge. En volgens mij kunnen we heel erg snel gaan beginnen. Dus daar gaan we dan, jongens. 3, 2, 1. Oh my goodness, zo tof. Kijk nou eens eventjes. Wauw, heel prachtig en super gezellig. Dan ga ik nu naar binnen. Here we go, yes! Oh, ik ben er. En dat betekent dat de challenge nu is begonnen! Om het helemaal officieel te maken, mag ik deze deur natuurlijk niet open houden. Dus ik ga hem eventjes dicht doen, jongens. Here we go. En het is nog best wel lastig. Oh, het is oprecht wel echt heel erg spannend nu dat deze deur helemaal dicht is. Gewoon om te beseffen dat ik hier 24 uur in zit opgesloten. Maar no worries, want er is genoeg te doen. Ik ga gewoon eventjes een leuke tour geven. Zoals je kunt zien, hier achter me ziet het er echt heel erg gezellig en leuk uit. Ik heb een aantal plantjes hier neergezet. Ik heb hele leuke games en een arcade zelfs. Een gezellige stoel natuurlijk. Een trampoline, want waarom niet? Ik heb een gitaar waarmee ik muziek kan maken. Een beetje een artwork om het natuurlijk leuk te maken. En hele gezellige lampjes. Kijk nou eens eventjes deze ledlampjes hier omheen. En daarachter is natuurlijk mijn bed. Want ik moet ook ergens kunnen slapen. En ik zag dit. Ik had echt zoiets van, dat is de perfecte slaapplek. Ik kan eigenlijk niet wachten om al te gaan slapen. Maar het is nog heel erg vroeg in de dag. Dus misschien moet ik dat nog eventjes niet doen. En nog eventjes iets heel erg leuks, jongens. Kijk, 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 kijk. Hier heb ik de doos van Autumn's huis. En ik heb dus gezegd dat ik deze verhuiswagen een beetje daarop heb gebaseerd. Allemaal een beetje mintgroen, blauwachtige kleurtjes. En met veel planten natuurlijk hier in de hoekjes. Heel gezellig. En als je naar haar huis kijkt, zie je dus inderdaad al die blauwgroene tinten. En hele leuke plantjes en zo. Het ziet er super gezellig en leuk uit. En als ik eerlijk mag zijn, vind ik dat mijn plek hier zo ook echt super gezellig en leuk is. Het kostte me eigenlijk wel echt heel erg veel energie om dit allemaal op te bouwen. Dus ik ben eventjes toe aan een kleine pauze. Ik ga eventjes lekker in deze stoel zitten. Oh, heerlijk. Wat ik denk dat ik even ga doen is lekker tekenen. Want dan kan ik gewoon eventjes mijn verstand op nul zetten en kijken of er iets creatiefs uitkomt. Eén ding waar ik echt niet op heb gerekend is dat het zo ongelooflijk warm zou zijn hierin. Er is natuurlijk gewoon geen luchtcirculatie en ik ben in Texas en het is heel erg heet hier. Ik probeer een beetje af te koelen, maar het lukt niet echt. Dus ik denk dat ik gewoon mezelf maar een beetje moet afleiden. Het lijkt me leuk om dit spel te gaan spelen hier zo. Ik heb er helemaal zin in. En als het goed is, zit daar een LCD-scherm achter. Als ik deze dan hier zo aan kan zetten. Wow!
houden. Ik wil voor de 200 punten natuurlijk. En nu is het 0. En dan hebben we hier 10, 20, 30, 40, 50. En hupsakee. Oh, 10 punten. Nou ja zeg. Gaat hij hier niet in en telt hij de punten ook niet. Klik ze er even doorheen. Yes, ik heb er 10. Dat is 40 punten minder dan ik had gewild, maar het is oké. Hupsakee. Oh, kom op zeg. We gaan voor de 50. Hup. Oh my goodness. Wow, 40 punten. Ik ben nog best wel goed. Ondertussen is er hier een bal gevallen op de grond. Zit die onder de trampoline? Ja hoor, daar is die. Kijk eens eventjes. I got you. Kijken of het me vanaf hier gaat lukken. Gewoon zo recht erin. En hupsakee. Oeh, dat ging nog niet eens zo heel erg slecht. Ja, hallo. Go. Oepsie. Kom op, Jamila. You can do it. Ah, so close. 190 punten. Oeh, ik heb geen zin om nog heel erg actief te zijn in deze hitte. En daarbij verveel ik me ook een beetje. Maar daar heb ik een hele toffe en leuke oplossing voor. Hier voor me liggen namelijk twee superleuke Lego Friends pakketten. Dit is de Heart Lake Internationale School en dit is Autumn's Huis. Het leuke aan deze gloednieuwe collectie is dat er hele nieuwe karakters zijn. En die kan je hier ook al een klein beetje zien op de doos. Een mini sneak peek. Dat zijn weer nieuwe karakters waar je vrienden mee kunt worden of waarin je jezelf kunt vinden. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om dit soort pakketten te bouwen. Maar het zijn er dus twee. Dus ik gok dat ik hier wel even zoet mee bent. Yes, het is nu helemaal af en wauw, het is prachtig. Kijk nou eens eventjes jongens. Ik heb gewoon allebei de pakketten gebouwd. En er zitten ook allemaal verschillende nieuwe karakters in. Ik heb ze niet allemaal in mijn pakketten gekregen, maar ik heb hier Alia, Auden, Ollie en Leo. En daarbij zijn er ook nog andere karaktertjes, bijvoorbeeld Paisley. Zij houdt echt heel erg veel van liedjes schrijven en gitaar spelen, net zoals ik. Dan heb je ook Lian en die houdt van tekenen. En Nova is een gamer. Kijk eens eventjes, daar kan ik me ook absoluut en zeker in vinden. Maar als ik één karakter moest uitkiezen waar ik echt het meest op lijk, denk ik dan toch wel Autumn. En hoewel we misschien qua uiterlijk niet helemaal precies op elkaar lijken, houdt zij ontzettend veel van dieren, van buitenleven en is echt een free spirit. Ik denk dat dat gewoon het beste met mij matcht. Kijk nou eens eventjes hoe schattig haar huisje is. Het is helemaal in het teken van de herfst, want haar naam is natuurlijk Autumn. We gaan deze nu eventjes omdraaien, zodat we binnenin kunnen kijken. Hier heb je dan natuurlijk weer Heart Lake Internationale School. Hier is een keukentje. Oh, hi Autumn. Ze staat lekker te koken. En dit is een hele leuke gang met kluisjes. Zit er misschien wat in het kluisje? Moet ik inbreken hier zo? Oh, een heerlijk gezellig appeltje. Hier is een biologie of scheikunde lokaal met een skeletje zelfs. Oh, dit is het kunstlokaal. Kijk nou. Nou, wat een prachtig mooie art die ze hebben gemaakt. Zelfs met een computer, zodat je research kan doen. Oké, en dan heeft Autumn ons ook eventjes uitgenodigd binnen in haar huisje. Hoe schattig. Ik zie echt een heel erg leuk slaapkamertje met een hondje in zijn bed. En hieronder is een heel gezellig en knus eetkamertje. Dan heb je haar keukentje met een hele leuke koelkast, die uiteraard ook open kan. Wow, ze heeft flink boodschappen gedaan. En dan natuurlijk ook haar huiskamer en badkamer. Welke van deze karaktertjes vind jij het allerleukste en zou jij het liefst vrienden mee willen zijn? Of op welk van deze karakters vind je het zelf het meest lijken? Oeh, het is eindelijk eens een beetje afgekoeld. En daarbij ben ik heel erg actief geweest vandaag. Dus ik denk dat het nu gewoon een heel goed moment is om lekker te relaxen. Ik zit in deze heerlijke wiebelstoel. Hohoho, word er helemaal slaperig van. Maar niet al te slaperig, want ik heb iets heel erg leuks voor me. Kijk maar. Tada! Het is gewoon een Lego Friends serie. Ik heb deze gevonden op YouTube en het zag er heel erg leuk en vrolijk en kleurrijk uit. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik kan ze op deze manier zo lang en zoveel kijken als ik wil. Lekker bintje. En ik vind dat het er zo ongelooflijk gezellig uitziet hier. Op dit moment voelt het echt gewoon aan als een bioscoop. Ik kan niet geloven dat ik dit gewoon helemaal zelf heb gebouwd. Dus ik ga eventjes lekker genieten van mijn eigen thuisverhuisbioscoop. Ik heb me inmiddels eventjes helemaal lekker omgekleed, want het is alweer avond. Dus dat betekent dat ik zo meteen lekker in mijn pyjama kan gaan slapen. Ik ben alleen nog niet helemaal moe. Maar om mezelf eventjes goed moe te maken, heb ik hier natuurlijk de trampoline. Ik ga hem nu eindelijk eens een keertje uitproberen. Ik heb het de hele dag een beetje uitgesteld, omdat het er niet super veilig uitziet. Dus ga ik het overleven? I don't know. We gaan het zien. Ik ga er gewoon zo op staan. Oh, het klinkt nu al alsof het helemaal kapot gaat. Durf ik te springen? I don't know. Dit is echt niet goed. Oké, het is wel leuk. Lekker om een beetje energie kwijt te raken. Ho, ho, ho. Het ziet er niet naar uit dat ik echt heel erg hoog kan springen op dit ding. Ik ben moe genoeg. Weet je wat? Ik ga ervan af. Ik denk om gewoon even lekker goed tot rust te komen dat ik een boek ga lezen. Ja. Oh, wauw. Weet je wat ik wel kan doen? Deze trampoline even gebruiken als een voetensteuntje. Ha. En dan mijn boekje.
naar huis. Aan het begin van de video had ik gezegd dat er slecht weer was voorspeld vandaag. Alleen, volgens mij is dat helemaal niet gebeurd. Ik heb helemaal geen regen gehoord of zo. Wacht, even luisteren. Oké, los van een auto hier en daar is het echt super stil. Weet je wat dat betekent? Ik kan lekker in alle stilte en alle rust heerlijk lezen. Oké, ik heb iets te vroeg gejuicht, want de storm is dus later binnengekomen dan was voorspeld. Oh, dat is zo heftig, jongens. Er is volgens mij ook echt gewoon donder, hartstikke veel regen en heel erg veel wind. Oh my, wow. Kijk dan, er zijn gewoon echt dingen helemaal aan het bewegen. Dat is echt niet goed. Ik hoop absoluut en zeker dat het niet gaat lekken hier binnen. Het ziet er op zich wel redelijk uit. Ik zie nog geen water dat naar binnen komt. En oh ja, oh nee. Alle Lego karaktertjes, maak je geen zorgen. Ze kunnen gewoon netjes hier zo schuilen in Adams huis. No worries. Oh, en jullie natuurlijk gewoon lekker in de school. Ondertussen is er nog echt helemaal los aan het gaan. Ik lach wel, maar tegelijkertijd vind ik het ook heel erg eng en heel erg spannend. Dus hopen dat het echt ontzettend snel voorbij is. Stilte. Dat duurde echt veel te lang naar mijn gevoel. Maar volgens mij was het ook niet echt een super, super lange heftige storm. Ik heb het gelukkig heel erg goed overleefd. En het is droog gebleven. Dat mag ook wel voor een verhuiswagen natuurlijk. Want het is belangrijk dat al je spullen droog blijven. Maar ik was toch wel eventjes een klein beetje heel erg in de stress. Nu lig ik gewoon helemaal lekker in mijn bedje. Het is op zich redelijk comfortabel. En daarbij is het stil. En dat vind ik heel erg fijn. Want ik denk niet dat ik met die storm had kunnen slapen. Ik denk dat ik gewoon lekker mijn ogen dicht kan doen. Oh ja, de lichten mogen ook uit. En dan zeg ik welterusten. Goedemorgen, jongens. Oh, ik ben volgens mij een beetje te vroeg begonnen met filmen. Ik denk dat ik mezelf gewoon eventjes een beetje wakker ga maken. Want het is redelijk vroeg, maar ook wel echt een goed moment om eventjes wat zakelijke mailtjes en al dat soort dingen uit de weg te werken. Ik ga opstaan en even een beetje werken. En dan is het zo meteen tijd om eruit te gaan. Yay! Ik heb er echt heel erg veel zin in. Maar dat betekent dat ik nog wel even geduld moet hebben. Oh my goodness, ik kan niet geloven dat ik het gewoon heb gehaald. Of nou ja, nog heel eventjes. Maar dat maakt niet uit. Want weet je wat ik wel kan doen? Ik kan deze alvast eventjes openmaken. Oh, de zonlicht schijnt er doorheen. Wat heerlijk. Zo. Wow, het is wel echt heel erg lekker om een beetje frisse lucht te hebben. Er moet nog een stukje omhoog. Zo, nou, het is helemaal ready om eruit te gaan. Alleen nog niet 100%. Want het kan in 3, 2, 1... Ja, here we go. En hup, hup. Woehoe. Oh my goodness. Jongens. Het is gewoon geslaagd. Yeah. Oh, wacht eventjes. Hallo? Ik heb heel erg goed nieuws. Het is ons geslaagd om 24 uur in deze verhuiswagen te blijven. Woehoe. Gefeliciteerd. Wow. Goed nieuws. Moet je natuurlijk altijd vieren met je vrienden. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik het samen met Lego Friends heb kunnen doen. En dan kan ik nu officieel zeggen dat de challenge helemaal en hartstikke is geslaagd. Woe. 20 second wrap out. Jade Noor en Michael Kato, Katie Lara, Femke en Marloes, Nikki Leila, Leva Mara, Sophie en Fatima, Random Cat, Mim Diana, Patricia, Crystal X, Sparkles, Amber en Ashana, Inora, Joy, Avocado Crafts en Michelle, Noah, Iris, Amaryllis, Fleur, Isabella, Fenna, Miss, Hamster, Cookie, Raven en Selina, Aniek en Samir, Lindy, Alexandra, Lina. Als je het gedeelte van de video ziet, dat betekent dat je helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En wil je nou ook heel erg graag kans maken om met je naam en je reactie in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Dat kan. Je hoeft alleen maar eventjes daar te vragen in de reacties hier onder deze video. Gebruik het woordje wrap-out. En wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. Dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!